Oorspronkelijk werd Taxi Schimmel opgericht door Henk Schimmel. Henk Schimmel, hiervoor 17 jaar, eigen rijder in Amsterdam, besloot samen met zijn vrouw een taxibedrijf te beginnen. Ze verhuisden van Amsterdam naar Apeldoorn en kochten hier een huis aan de Arnhemseweg 133. Het taxibedrijf startte officieel op 30 maart 1992. Henk Schimmel vervoerde zijn klanten destijds in een grote witte Chevrolet Caprice. Dit model was het grootste, duurste en best uitgeruste model van Chevrolet. Een jaar later verhuisde het taxibedrijf naar de Tweede Johannastraat 23. Aan het huis zat een garage, waar de Chevrolet nauwelijks in paste. In dit jaar kocht Schimmel een tweede taxi. Dit keer een nieuwe Ford Scorpio. Deze taxi reed zonder reclames rond in Apeldoorn. De Ford Scorpio is in Nederland door vele hoge ambtenaren gebruikt. Minister-president Wim Kok liet zich in een Scorpio rondrijden. De bekendste gebruikster is ongetwijfeld de voormalige koningin Beatrix. Het taxibedrijf had niet te klagen over werk. Sterker nog, ze kregen het werk niet meer weg. Dus werden ze genoodzaakt om personeel aan te nemen en meerdere taxis aan te schaffen. Schimmel kocht in 2 jaar tijd 3 taxis. Allen ook Fords en uiteraard in de kleur wit. Ook deze Fords reden rond zonder reclames of daklicht. Begin 1995 kreeg Schimmel een ritje naar Amsterdam, na dit ritje ontmoette hij oud-collega Ben Simons. Simons was maar liefst 22 jaar lang eigen rijder in Amsterdam. Hij reed toen die tijd in een Mercedes 200. Ben Simons had serieuze interesse om het taxibedrijf Schimmel over te nemen. Hij besloot daarom zijn vergunning te verkopen en nam samen met zijn schoonzoon Ron Schenkel het taxibedrijf over. De Fords waren slecht onderhouden, dus moesten deze vervangen worden. De twee nieuwe eigenaren besloten daarom om een Mercedes E200 uit 1990 te kopen. Dit vanwege zijn binnenruimte en relatief lage kosten per kilometer. De Mercedes dieselmotoren staan bekend om hun levensduur. Kilometerstanden van meer dan 1 miljoen kilometer zijn dan ook geen uitzondering. Ook zij hielden vast aan de witte taxis. Ben Simons bedacht de bekende gele daklichten voor op de wagens. De Mercedes beviel zo goed, dat vanaf dit moment besloten werd om uitsluitend straattaxi met Mercedes te gaan rijden. In 1996 werd het wagenpark aangevuld met de allernieuwste modellen van dit merk. Wat vooral opviel waren de ronde koplampen. Dit werd ook de eerste keer dat Taxi Schimmel niet voor een witte auto koos. Schimmel koos voor deze kleur omdat de witte taxis na een dag lang rijden, meer zwart dan wit waren. Een jaar later verhuisde Schimmel van de Tweede Johannastraat 23 naar de Watermanstraat 7880. Hier zat het taxibedrijf uiteindelijk maar 3 jaar, om daarna te verhuizen naar de Vleitseweg 75. Taxi Schimmel groeide uit tot het grootste taxibedrijf in Apeldoorn en omgeving. Steeds werd het wagenpark weer aangevuld met de allernieuwste Mercedes'en. Zo reed Schimmel straattaxi met de Mercedes E200. Het groepsvervoer met Vito's. En had Schimmel een speciale sprinter voor het rolstoelvervoer. Verder had het taxibedrijf ook nog meerdere A-klasses voor het schoolvervoer. Taxi Schimmel bleef maar groeien. Men zag overal wagens van Schimmel rijden op de Apeldoornse wegen. In 2004 werd Schimmel zo groot dat ze genoodzaakt waren weer te moeten verhuizen. Schimmel ging van de Vleitseweg 75 naar de Vleitseweg 168. Een groot pand voor het riante wagenpark, een grote centrale en zelfs een eigen garage met brug. Schimmel kocht destijds 10 Volkswagenbussen voor het schoolvervoer en had maar liefst 40 taxis. In 2005 was het precies 10 jaar geleden dat Simons en Schenkel het taxibedrijf kochten van Henk Schimmel. Dit werd groots gevierd met alle chauffeurs in de zaal van het café De Tapmar in. In 2006 ging het bijna mis.
Het pand naast Schimmel, meubelbedrijf Marktkleppen, stond in brand. Maar liefst 120 brandweermensen van korpsen uit de wijde omgeving bestreden het vuur. Het pand van Marktkleppen is in vlammen opgegaan. Het pand van Schimmel had meer geluk. Mede door de kredietcrisis en de Europese aanbestedingen werd het taxibedrijf genoodzaakt in te krimpen. In 2010 verhuisde Schimmel van de Vleidseweg naar de Laan van de Maagd 11. Een gloednieuw pand in de nieuwe wijk Zuidbroek. TX-keur is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor het taxivervoer. Het keurmerk staat voor vakkundige chauffeurs en comfortabel en veilig taxivervoer. In 2012 werd Taxi Schimmel gecertificeerd volgens de strenge kwaliteitsnormen van het TX-keurmerk. Begin 2016 werd het keurmerk opnieuw verlengd. Taxi Schimmel is het enige TX-gecertificeerde taxibedrijf in Apeldoorn. Vanaf 2015 wordt het pand aan de Laan van de Maagd verhuurd aan DS Koffers. En staat de centrale van het taxibedrijf aan Kanaal Noord in Apeldoorn. Momenteel vervoeren wij onze klanten nog steeds in onze o zo bekende zilveren taxis met geel daklicht. Uiteraard blijven we vernieuwen om onze klanten tevreden te houden. Zo hebben wij ook dit jaar een nieuwe auto aangeschaft. En het TX-keurmerk verlengd. U kunt ons bereiken op 055-533-3366 of via de mail info@taxischimmel.nl.